bomen blijven hangen, worden de bomen wel een beetje groot, zoals je daar ziet. Aan de rand, daar. Daar zitten meestal kreekjes en zo. Maar aan de onderkant van deze laag zand zit er een harde onderlaag. Dat is die oerbank, zoals men het noemt. En daar stijgt het water wel op. En op een gegeven moment ontstaan er dus zo kleine beekjes en kreekjes vooral. En met al deze bladeren die je zo ziet liggen op de grond, komt er een theetreksel. En dan krijg je dus die donkere kleur van het water. Zoals je dus nu hier ziet. Het is nog een beetje licht, omdat er dus niet zoveel bomen hier in de buurt zijn. Maar ik heb hier zo'n kreekje dus die dwars door het bos loopt. Daar zitten al die bladeren in het water. En dan krijg je de zogenaamde cola kreekjes. En sommige mensen geloven dat dit water medicinale krachten heeft. Omdat veel van de planten medicinale planten zijn of kunnen zijn. En vooral je bijvoorbeeld op berg en dal heb je zo'n een bron. Waar men beweert van hey, die geeft medicinale krachten. Maar als ik hem moet beredeneren, kan het inderdaad zijn omdat er veel medicinale planten en zo in de buurt zijn. Deze savanne is ongeveer 20 kilometer breed. Oh. Hij loopt van oost naar west. Je herkent dus aan die open stukjes zoals met witte en zo. Maar op de plekken waar het bos is gegroeid, dan moet je kijken naar de boomtypes die groeien. En dan zie je dat het savanna, savannabos is. Oh, kijk even de zon in. Dan kijk jullie. Lekker. Kijk de zon in. Als je naam zoekt, eerst de schaduw op. Ja. Ongeveer 5 kilometer terug op de plek Torarica. In de buurt van Overbridge. Zat ook onze eerste hoofdstad. En ongeveer op deze hoogte, een stukje verder naar binnen, staat dus Joden Savannah. Oh ja. Torarica, de naam komt van, ja, men heeft twee verklaringen eigenlijk. De ene zegt het komt van de Torah, de vijf eerste boeken van het Oude Testament, waarop het Joodse geloof veelal gebaseerd is. De andere zegt nee, het komt van het Indiaans gezegde Toharig Haharika. Dat betekent eigenlijk de plaats waar de witgezichten zijn. En men gelooft dus, toen de schrijvers kwamen, of de mensen kwamen zoeken naar de stad van de blanke mensen hier, de stad van de Joden. En de Indianen verwezen van, hey, daar wonen de blanke mensen. Maar bij het schrijven heeft men enkele lettergrepen weggelaten en men heeft van gemaakt Torarica. Dus dat zijn twee verklaringen voor de naam. Tot het begin jaren 1700 was het een hele populaire plek. Maar vanaf eigenlijk de Nederlanders kwamen in 1667, begon men eigenlijk Paramaribo meer te versterken. En het werd alleen maar belangrijker als Paramaribo na 1712, na de Fransman Cassard de intrede werd gedaan. En het aantal marons groter werd, omdat toen Cassard kwam, hij eiste losgeld. De mensen moesten het betalen, het belastingsgelden. En aan de hand van hoe slaven gehad werden, dus werd je dus getaxeerd. Dus vele van de mensen hebben hun slaven ook de bos ingestuurd om te vluchten, zodat ze minder belasting moesten te betalen. Die hebben zich aangesloten bij reeds weggelopen slaven en de groep weggelopen slaven werd veel groter. En de aanvallen werden steeds zwaarder op de plantages, waardoor de mensen vonden van, hey, we moeten dichter bij Fort Zeelandia wonen, achter het fort komen wonen, omdat de soldaten ons daar beter kunnen beschermen. Ondanks je later het cordonpad kreeg, die ook was bestemd om de plantages te beschermen, was nog steeds gewoon heftig aan aanvallen. Dus ging men richting Paramaribo. De vele planters hadden wel een huisje op hun plantage, maar in Paramaribo ook nog een verblijf. Vandaar al die monumentale gebouwen in Paramaribo. Vandaar dus dat Paramaribo belangrijker werd en dus nu de hoofdstad van Suriname is geworden. Voornamelijk treffen op deze savanne meer ook aan de Indianen. Om een of andere reden vinden ze de savanne aantrekkelijker. Wij kennen twee redenen ervoor. De ene is omdat ze nomaden zijn, is het makkelijker om op zo'n gebied weer te vestigen. Omdat je dus niet te veel hoeft open te gaan met die grote bossen. En het was ook tegelijkertijd veiliger voor hun dorp om wat open stukken te hebben. Om een beetje meer over hun dorp te kunnen hebben. Daarnaast bieden de kreekjes en zo ook hele goede voedingsbronnen voor de Indianen. Dus je ziet bijvoorbeeld
Powaka hier, Kabendedorp een stukje verder. En als je dus verder richting de Indira Gandhi weg gaat, de weg naar Sanderij toe, kreeg je ook het dorpje Brennendorp en later weer Santi. Allemaal op die savanne, strookjes. Ja, Santi's, van Santi. Ja. Weet Santi, weet Santi. Zijn er vragen?